beautiful people. You live in the same world as I do. Ik ben begonnen met schaken toen ik een jaar of 4, 5 was, zoiets. Mijn vader speelde wel eens en ik heb nog 3 oudere broers ook. En die broers zijn dusdanig ouder dat ik met dingen als voetbal en zo, dus waren veel groter en veel sterker. Dus daar kon ik niet goed mee. Maar met schaken kon ik al heel snel wel eens een potje winnen van ze. Dus dat was een enorme stimulans voor mij natuurlijk om door te gaan. Toen kwam ik bij de schaak de woede terecht. Toen was ik denk een jaar of 6 of zo. En aanvankelijk speelde ik gewoon elke dinsdagavond daar een potje. Het was niet heel professioneel of iets dergelijks. Maar het werd toch gaandeweg steeds serieuzer. Ik begon ook wat toernooitjes te spelen in de weekenden. Ging het met mijn vader in de auto het land in en dan gingen we een toernooitje spelen ergens. Ik kreeg wat trainingen ook van bekende trainers hier in Nederland. En ja, goed, zoals dat gaat denk ik bij elke sporter, dan begint dat een beetje te rollen. Ik denk dat het pas echt serieus werd toen ik op mijn 16e voor het eerst naar het EK ging, Europees Kampioenschap, onder de 16. En dat was echt een mijlpaal. En toen, dat was eigenlijk de start geweest van mijn carrière. Zo zie ik het een beetje. Ja, ik heb wel contact met een Italiaanse grootmeester met wie ik dan mijn partij een beetje voorbereid. We hebben natuurlijk alle spelers zijn bekend van tevoren en elke speler hier heeft op zijn computer miljoenen partijen staan. Met daarin ook duizenden partijen van alle tegenstanders die hier spelen. Dus je kan je heel gericht voorbereiden op je tegenstanders hier en dat doen we dus allemaal ook. Ik had er meer van verwacht, maar het punt is dat ik speelde de opening dusdanig slecht. Dat ik eigenlijk helemaal nooit op meer heb mogen hopen. Ik moet eigenlijk vanaf, we begonnen op time 2:30, ik had wit. Dus dan wil je eigenlijk wat met vooruit de opening komen en proberen die partij te winnen. Maar uiteindelijk, ik moest al vanaf 2 uur in de verdediging en het was allemaal niet zo best. Wij spelen met En Passant, dus de lokale club daar. In de hoogste divisie, zeg maar de eredivisie van het schaken. We zijn een paar keer landskampioen geworden, nu 8 achter elkaar. En dat is een hele sterke club. Ik speel daar normaal gesproken ook in dat team mee inderdaad. Het zijn 9 zaterdagen, dus het zijn 10 teams. Dus geen 18 zoals in het voetbal. Dus 10 teams en 9 zaterdagen wordt dat gespeeld. Het schaken is natuurlijk niet olympisch. En ze proberen om met allemaal mind games, dus bijvoorbeeld bridge, dammen, Chinees schaken, allerlei alternatieven heb je. En daar hebben ze een soort van eigen Olympische Spelen voor gemaakt. De mind games noemen ze dat. En dat is best wel leuk om daar bij te zijn, ja. Overal waar geschaakt wordt, daar kom ik. Het is wel voornamelijk Europa. Europa is op schaakgebied toch wel het Walhalla, om het zo maar te zeggen. In Amerika wordt niet zoveel gespeeld. In Azië is het een opkomst nu. China, ik zei al. Maar voornamelijk Europa. Ja. Magnus is gewoon absoluut de nummer 1 op dit moment. Dus het is wel mooi als toernooi als je hem binnenhaalt natuurlijk. Hij heeft 10 keer op rij gespeeld. Vorig jaar was je er een jaartje niet bij en nu is het wel weer gelukt om erbij te. Dat is voor het toernooi wel heel, heel belangrijk natuurlijk. Dus ik heb hier nog een paar keer tegen hem gespeeld. Dat is toch wel iets anders dan zomaar eventjes tegen iemand aantreden, zeg maar. Het is toch mooi dat hij erbij is. Dit toernooi waar we nu zijn, Tata Steel schaaktoernooi, dat is eigenlijk wel het hoogtepunt van het jaar. Ik bedoel, als je hier binnenloopt, jullie hebben de zaal gezien, misschien, het ziet er prachtig uit. Hier wil je graag spelen. Hè. We spelen ook wel eens in van die grauwe cafeetjes of in van die basisscholen waar je nauwelijks in de stoeltjes past. Hè. Maar hier ben je echt trots om schaker te zijn, zeg maar. Dus wat dat betreft is dit wel echt een hoogtepunt van het jaar. Eigenlijk al aan het begin van het jaar, in januari, eigenlijk al direct het hoogtepunt. Maar goed, ik ga ook nog naar, februari speel ik een open toernooi in Frankrijk. En in maart ga ik naar IJsland, een groot toernooi in Reykjavik. Dus er komt nog genoeg andere toernooien ook aan. There'll always be someone with the same pattern.